En de vijfde editie van de Temple Fair is gisteren in verband met Chinees Nieuwjaar feestelijk ingeluid. 2019 is het jaar van het varken en wordt gezien als een jaar waarin veel tekortkomingen van de voorgaande jaren zullen worden opgevuld. Bij deze Temple Fair wordt de Chinese cultuur benadrukt. Het publiek kan genieten van wervelende optredens en mooie kunstwerken. Verder werden ook verschillende Chinese snacks aangeboden. De beurs is gehouden in de hal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Li Kuan, de ambassadeur van China in Suriname, zegt dat de achterliggende gedachte van het jaar van het varken is dat de mensen harmonieus met elkaar moeten leven. Volgens Li Xixiong, voorzitter van de Suriname Chinese United Association, SCOA, is het Chinees nieuwjaar een belangrijk begin voor de Chinese gemeenschap. Dames en heren, afgelopen jaren heeft de vriendschapsband tussen China en Suriname hebben steeds tot een hogere ontwikkeling gebracht en natuurlijk ook gebalanceerd. Beide landen hebben verschillende projecten uitgevoerd, van kleine tot grote projecten. Het is een mijlpaal dat de buitenlandse minister van de Volksrepubliek Republiek China ook een bezoek aan Suriname had gebracht, minister Wang Yen. En hij heeft een aantal documenten en een aantal afspraken gemaakt met Suriname. De bedoeling is om beide landen tot ontwikkeling te brengen. De Chinese gemeenschap is al reeds 165 jaar in Suriname gevestigd. En ze hebben natuurlijk door de hele ontwikkeling, al de jaren door, hebben zij ook een bijdrage kunnen leveren aan het land. En daar zijn wij heel erg trots mee. Ze hebben in alle opzichten ook bijgedragen aan de ontwikkeling van het land. En om het belang van de gelijkheid van alle bevolkingsgroepen heeft de huidige regering in 2014 het Chinees Nieuwjaar als een nationale vrijdag heeft aangekondigd. En dit is een bijzonder moment, niet alleen voor de Chinezen, maar voor de totale Surinaamse gemeenschap. Volgens vicepresident Ashwin Adin zijn de hervormingen in de Volksrepubliek China niet onopgemerkt gebleven bij de wereldgemeenschap. China heeft verschillende handelsovereenkomsten gesloten die nieuwe markten hebben geopend, zegt Adin. The Republic of Suriname and the People's Republic of China share solid diplomatic ties and friendly brotherly relations. As mentioned, the official visit of the State Councilor and Minister of Foreign Affairs of the People's Republic of China, His Excellency Wang Yi, to Suriname last year is a very strong testimony of our commitment for a partnership that will lead to mutual success. The government of Suriname supports and welcomes the One Belt, One Road initiative by President Xi Jinping of the People's Republic of China because it improves the connectivity and of the expansion of international trade and of economic growth and prosperity of the whole world population. Thus, it has been more than appropriate that this morning the president and the government of Suriname have committed themselves as a goodwill and a gesture of goodwill to the whole Chinese community, the 50 hectares to give to the Chinese community to build a Chinese temple, religious activities, burial grounds, and other ceremonies. So this year, Ambassador, with this gesture, I hope that this new year will declare prosperity, peace, and success to both our countries, and most importantly, for the good health of our people. May I kindly request you, Ambassador, to convey my best wishes to President Xi Jinping. Finally, to the well-being of our President Desiree Danano Bouterse, and the health, his health, health of President Xi Jinping to our bilateral relations and the prosperity and well-being of our people. Vice-president Ashwin Adin, hij sprak gisteravond bij de officiële opening van de vijfde Temple Fair. De fair is gehouden in de hal van de KKF.